Ja, ik wou alvast sorry zeggen. Ik heb gisteren niet gefilmd en ik heb vandaag nog niks geüpload. Maar gisteren kon ik niet filmen, namelijk omdat ik gisteren ging ik even naar Amsterdam toe. En nadat ik terugkwam van Amsterdam ging ik naar werk toe. Klaar was mijn werk, ging ik meteen naar huis. En ik had geen tijd om te filmen in Amsterdam. Nou ja, ik had wel tijd, maar ik mocht niet filmen. Want ik was bezig met een goede vriend spreken. We hadden het over een idee. Ja, een klein ideetje wat ik met mijn vlogs en mijn bedrijf samen kan gaan doen. Dus nou ja, dat is een beetje een geheim projectje waar ik mee bezig ben met die jongeman. Ja, nou ja, ik zou vandaag eigenlijk een beetje naar Harderwijk gaan. Om te kijken of ik de idee die we hadden, de concept die we hadden in ons hoofd, die ik had in mijn hoofd, sorry. Om die een beetje te gaan uitproberen daar zo. Maar dat ga ik nu niet doen. Maar wat ik wel ga doen, is ik ga even kijken of ik naar scholen kan bellen om een afspraak daar te maken. Om te kijken of ik een afspraak kan maken met de scholen. Of ik daar in een van de klassen mag spreken. En de klassen die ik graag zou willen spreken zijn de jongens en meisjes die in het laatste jaar gaan. En die een keuze gaan maken voor een nieuwe opleiding. Over een jaar, als ze slagen. En wat voor richting ze heen willen en zo. En in die soort klassen wil ik spreken. Vooral over keuzes maken. Over wie jij wilt worden. Want als je weet wie je wilt worden, weet je wie je bent. Nou, dat is wat ik ga doen. Ik ga heel veel belletjes plegen. Ik ga heel veel zoeken op internet naar scholen. En ik ga gewoon opbellen en kijken wat de vruchten opleveren. Dus waar de idee van naar Harderwijk gaan, dat is geschraapt. Dat is een beetje laat voor eigenlijk. Maar ik ga morgen ga ik naar Utrecht toe. Utrecht. En daar ga ik het wel proberen uit te doen, uit te voeren, het idee. Maar ik mag het niet filmen, jammer genoeg, ik mag het niet filmen. Maar ik ga het wel filmen, maar voor mezelf, maar ik mag het niet laten zien, nog. Het is een geheim project, geheime project. Maar het is wel leuk. En ik hoop hiermee meer verkoop te genereren. Oké, dat is die vriend die me WhatsApp, een Snapchat bericht stuurt. Dus hiermee ga ik absoluut meer verkoop genereren van mijn petten. En meer abonnees genereren, meer views. En ja, dus meer views genereren vooral. Meer mensen die naar mijn verhaal kijken genereren. Waarmee ik mijn verhaal kan delen, als het ware. Dus. Ik zit ook een leuke film te kijken hier zo. Jobs. Daar kun je heel veel van leren. Tenminste van de film. Van wat hij allemaal heeft gedaan. Dus ik zit een beetje te kijken. Ik heb hem al vaker bekeken. Maar ik dacht, nou weet je, het is een beetje leuk om nog te kijken. Ik ben sinds vanmorgen al bezig. En nou, vanmorgen heb ik ook heel veel mailtjes gestuurd naar bedrijven. Kleine bedrijven. Ja. En probeer ik te bellen. Maar heel veel van hen nemen niet op. Heel veel van hen nemen niet op. Dat is een beetje lastig. Dus ik moet heel veel mailen. En ik ben niet zo goed in woorden schrijven. Dus kijken of ze terug reageren. Het praten is veel leuker, joh. Met mensen. Dus, maar dat is het plan van vandaag. Vooral heel veel bellen. Ik wou eigenlijk bij mijn zusje, wou ik nog naar school gaan om een boek op te halen. Maar het meisje wou me niet mee hebben. Ze wou me niet mee hebben. Jammer. Dus ja, kon niet. Dus ik ga maar eens lekker beginnen. Met bellen. Bellen. Zoeken en bellen. Hela. Hey, ik heb dus de hele middag lopen bellen naar scholen. En ik heb het 2 uurtjes gedaan. Ja, 2, 3 uurtjes gedaan. En daarna ging ik weer bedrijven bellen. Kleine bedrijven. Ik heb een paar succes gehad met kleine bedrijven. Met scholen niet zo.
die school niet zoveel successen. Dat is jammer. Maar dat komt wel. Er zijn zat scholen in Nederland. Dus dat komt goed. Maar ik heb een paar bedrijven waarbij ik wel succes had. Even kijken, ik wil wel leuk blijven. En nou ja. Die mag ik een mail insturen om verder te bespreken wat we via de telefoon hadden besproken. En ik ga nu lekker werken. Ja, lekker werken. Alweer. Het is weer tijd om te work. Ik was net ook aan het werk, maar nu ga ik werken. Met mijn handen. Lekker kokkerellen. Kokkerellen. Broertjes aan het stofzuigen. Zoals van wij. Subscribe en like. En deel. Vooral deel. Share it with the world, man. Share it with the world. I'm showing you the process. Ik laat jullie de proces zien. Je wordt niet zomaar succesvol. Het neemt tijd in. Obsessive tijd. Obsessive. You gotta be obsessive. Ja. Als je het wilt, dan moet je obsessief zijn. Je moet het willen. Niet halverwege. Geen halve werk. Je moet het helemaal willen. Dus het kost tijd, moeite en energie. Dus dat laat ik jullie zien. Dus deel, like en laat weten wat je ervan vindt. Vooral dat. Laat weten wat je ervan vindt. En deel. Ik ben net weer terug van werk. Was wel te doen. Was niet al te druk of zo. Na werk hadden we nog een feestje op het plein van Putten 538. Daar ben ik nog even heen geweest. Uitgenodigd door een vriend. Nog even bezig kijken. Half uurtje of zo, drie kwartier. En nu weer lekker thuis. Ik zou eigenlijk vandaag, het is alweer 12 uur geweest, dus het is weer zaterdag. Vandaag zou ik eigenlijk naar Utrecht gaan, dat was het plan. Maar de jongen waarmee ik daarheen zou gaan om die idee uit te voeren waar ik het over had, zei eerder. Waar ik het vanmiddag eerder over had. Dat die jongen die kan niet komen, omdat hij geen geld heeft om de reis te kunnen maken. Gadverdamme. Dus ik moet wachten tot hij geld heeft, tot hij zijn loon heeft gehad. En dan kunnen we samen het idee gaan uitvoeren. Dus ik heb twee mensen voor nodig. Thank you for coming. We're going to make some history together today. I think Steve Jobs left a mark on our lives, and it's likely that you have an iPad, an iPod, or an iPhone that's in your homes, or maybe you watched a Pixar movie and were totally captivated by the imagination and